Mijn naam is Ojas en in de serie Relaties in Beweging heb ik Veru van der Koren uitgenodigd. Ze is juist terug van vakantie en ze heeft daar geweldig goede ervaringen op gedaan om haar relatie te verbeteren. Veru, welkom. Hallo Ojas. Waar ben je geweest? Ik ben in Greta geweest. Was het de eerste keer dat je er was? Nee, dat was de tweede keer. De eerste keer alleen of met je vriend? Dit is de tweede keer met mijn vriend, daar op dezelfde plek. Ja. Ik ben ook twee keer alleen geweest, maar deze keer met z'n tweeën. Hoe is het daar om met je vriend te zijn? Het gaat nou niet direct om het waar, maar meer dat je met z'n tweeën bent en dat je er ook voor kiest. En alleen maar als je jezelf in dezelfde setting zet, met geen achtergronden van werk, geen inspiraties of prikkels van de stad. Dan zit je al gelijkwaardig, dus dat helpt al heel erg. Hè? Dat je dus in dezelfde omgeving bent en die is anders, want er is zon en er is natuur. En dan word je al wat rustiger van en wat tropischer. Oh ja. Ja, je ziet er nog tropisch uit, hè? Ja, zo voel ik me ook wel. Ja. 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 Heb je al een lange relatie met je vriend? Ja, bijna 7 jaar. En steady? Nee. Het laatste jaar wel, maar daarvoor toch wel regelmatig met een break erin. Of echt dat het eruit zag dat het er niet meer was. En wat gebeurt er dan van tevoren? Duidelijk dat het niet matcht. Dat er te veel spanningen zijn die dan irritaties. En dat het echt in de raarste vormen uitkomt van ruzies die helemaal niet nodig zijn. Vertrouw je hem dan nog? Toen niet. Nee. Nu wel. Nu, ja. Na de vakantie? Ook tijdens en ook tevoren wel, maar tijdens de vakantie denk ik dat we zo hebben uitgediept wat vertrouwen is en wat liefde is. Mm-hmm. En hoe dat voor hem eruit ziet en wat voor patronen hij heeft en wat voor patronen ik heb. En daarin, als je daarnaar durft te kijken, kan je zeggen van nou ja, je bent toch zoals je bent. Was er veel verschil tussen wat voor jullie liefde was? Ja, ik denk dat er toch wel wat conditionering aan vastzaten. Noem eens wat. Als ik dat voor je doe, dan doe jij dat wel voor mij, hè? Oh, ja. Onderhandelen. Onderhandelen, ja. Ja, en daar gaat het dus eigenlijk helemaal niet om. Nee. Het diepste is van, nou, hoe kan je bij elkaar zijn dat je voelt van, nou, dit voelt goed. Het is een aanvulling op mij, het is niet een afbreuk. Vrijheid elkaar geven? Heel veel vrijheid. Zelfs dat je verschillende tijden slaapt. Het eten deden we wel veel samen, maar soms ook ging ik naar bed en dan stond hij op. Maar ook 's middags, dan moest ik nog eventjes aan het strand zijn en hij moest nog eventjes een tukje doen. Maar hoe kun je dan een helende relatie, of een helende vakantie noemen? Dat noem ik omdat je zo vrij bent en dat je jezelf zo happy voelt, dat je van elkaar ziet van, hé, dat doet jou goed, hé, dat doet jou goed. En ik hou van je als je er nog beter uitziet, als je nog gelukkiger bent. Dat vind ik een toevoeging ervan. Heel veel mensen krijgen slaande ruzie onder de vakantie. Want dan zijn ze voor het eerst bij elkaar. Dan is de situatie anders en dan komen er allemaal dingen op die ze thuis niet aan elkaar hebben uit kunnen drukken. Ja, nou laten wij zeggen dat we goed zijn in dingen uitzoeken en uitvechten. En juist de vakanties zijn ervoor om wat meer vrede en elkaar zoveel aandacht te geven. Doen de Grieken dat ook onder elkaar? Ja. Ja? Over hun relatie weet ik niet, want ik zie ze nooit knuffelen. Maar dat deden wij dus erg veel. En ze zijn in ieder geval met de mensen heel erg bezig. Van, is de buurvrouw oké? En zijn de oudere mensen oké? Goed voorbeeld, zoals het zou mogen kunnen, ook hier. Maar als Grieken ruzie hebben met elkaar, of praten ze dat uit? Ja, dat gaat dan even heel heftig, bijna op z'n Italiaans. Alleen ze blijven netjes van elkaar af, een stuk afstand. En dan is het, gaan ze voor een oplossing en de volgende morgen is het vergeten, is vergeven. Heeft dat jullie geïnspireerd? Ja, ook. Vertel eens. Nou, dat je toch niet moet blijven in dat verwijten blijven hangen. Zo van, jij hebt dat gedaan en als jij doet, dan word ik dan bang. Maar als je kan toestaan dat dat het moment is en dat er ook niet meer is. En dat je niet bang voor de toekomst hoeft te zijn. Om gewoon jezelf te zijn, hoef je niet bang voor te zijn. En toch komt dat op. Het is meer het denken wat je bang maakt erover dan de werkelijkheid. Dus eigenlijk was het een goede omgeving om eens lekker uit te frieken. Ja, maar we hebben één keer één goede crisis gehad en dat was er echt op of onder. Wat is een goede crisis? Een goede crisis is dat ik niet wilde dat hij zijn patroon afdraaide en hij wil niet dat ik mijn patroon afdraaide. Dus... Wat was jouw patroon om even bij jou te blijven? Nou, ik ben te overheersend soms en te weinig bezig met de sensitieve kant van iets. En dan kan ik het heel erg,
eroverheen gaan. En daar is toch een oplossing voor. Mm-hmm. En hij loopt weg. En ik ben voor de deur gaan zitten. Ik denk, nou, ik kom er gewoon niet uit. Is tamelijk overheersend toch? Ja, dat is toch nog overheersend. Maar als hij echt had gewild, had hij wel ervoor gegaan. Dus hij wilde iets meer dan alleen dat. En ik ook. We wilden echt... Hé, we zijn maatjes, we zijn vrienden, we zijn lovers. En met respect graag. Weet je? Dat, en dat kunnen we nog leren, nog meer respect te hebben. Je zei net dat je een heel ander patroon had. Jij 's nachts, hij overdag. Nou, dat is natuurlijk waar het een keer in uitgekomen is. Het gebeurde niet elke dag. Dat jij vaak in de bar. Ik zat in de weekenden echt te socialiseren, ja. En dat deed ik in de bar, ja. Vooral 's nachts? Vooral 's nachts, ja. Kun je ook nog werken, denk ik? Ja, ik ben ook uitgenodigd om een beetje de energie hoog te houden. Ja. En dan dronk ik alleen maar sodawater, hoor. Ja. Nou, dat vond ik maar niks. Want de barman was zelf wel eens dronken. Dus ik dacht van, nou, laten we het een beetje in balans houden. Veel mensen denken, vakantie, dat is veel vrijer. Hoe zat het met jullie? Ja, ja. Maar er waren ook momenten van een paar dagen niet. En ik vond het eigenlijk heerlijk. Want dan was het knuffelen belangrijker of... het elkaar aanvoelen, weet je, dat je elkaar al voelt voordat hij wat gaat doen. Ga je dat doen? Kan je dat voor me meenemen? Of het veel meer verzorgende voor elkaar, dat, ja, omdat je zoveel de tijd hebt voor elkaar. Het is niet alleen maar een uurtje 's avonds eten en dan naar bed. Nee, het is alle tijd om 2 uur te eten. En wat wil jij nou echt? Oh, laten we dat doen. Wat wil ik nou echt? Ja, nou laten we dat doen. Dan neem ik hier de tijd niet voor, ik ben bezig. Dus daar heb je ook echt vakantie. Ja, nou, ik denk dat het ook hier en nu kan. Maar dat je dan wel wat reacties van je omgevingen zal krijgen als je ineens alles op een tempo doet waar... Ja, je moet altijd opschieten. Dus het beste is gewoon je dan in een situatie begeven waar je dat niet hoeft. Dus ik denk er ook serieus aan, en hij ook, om een half jaar volgend jaar, of het dan daar is, maar elders te gaan. Ja. Samen? Samen, ja. Alleen op een eilandje? Nee, niet alleen op een eilandje. Daar hou ik te veel van mensen voor. Oh, ja. Maar wel dat je jezelf in een situatie creëert of zet waar je veel meer aandacht van elkaar kan hebben. Ja. En ook avonturen kan in de natuur en met vogels en even helemaal geen mensen. Maar ongeveer een kwartiertje, 20 minuten van de stad. Want ik wil toch wel weer daarheen kunnen naar mensen. Ja, ja. Heeft de natuur iets te maken met vrije relaties, seks? Ja, zeker. Op het moment dat jij lekker in het zonnetje zit en je bent opgeladen en opgewarmd. Voel je je al warmer ook van binnen worden. Hè? Het wordt hot. En je geeft jezelf de rust om 's avonds mooi eruit te zien. Wat langzamer te bewegen. Niet zo snel erbovenop te zitten als van ik weet alles. En discussies zijn er ook minder. Het is gewoon allemaal wat zachtaardiger. Je bent gemoedelijker. En ik denk dat als ik daar maanden zou wonen. Dat het daar ook wel weer mijzelf weer helemaal naar voren komt. Maar het klimaat helpt je wat langzamer te gaan. Ja. Sensueler. Zeker. Ja. En wat blokker, letterlijk. Ja. Kon je buiten in de natuur ook lekker krijgen? Ja, dat kon ook op het strand. En dat, maar we zijn wat dat betreft wat minder op de seks gegaan, maar meer over de lijven tegen elkaar laten en dan maar zien wat er gebeurt. Als je nou terugkijkt op deze, het is een mooie vakantie geweest voor jullie, hè? Je bent zelfs nog een half jaar. Wat is het verschil tussen nu bijvoorbeeld en half jaar geleden? Niet zo snel naar ruzie neigen. Niet zo snel naar het hoofd gaan. Eerst luisteren en hij ook eerst luisteren. En dan kijken of er een rode draad erin zit. Wat altijd dus naar de oplossing of de vergeving gaat. En het ruziesfeer eruit halen. Ik wil zo genodigd gelijk hebben. Of nee, het gaat op mijn manier. Dat denk ik wel.